Iedereen weet dat groenten en vitamine belangrijk zijn. Oh ja? Ja. Maar hoe krijg je je dagelijkse portie binnen? Zorg ervoor dat je kleur in je eten stopt. Om mensen te helpen die te weinig kleuren binnenkrijgen, trekt Robert het land door om ze te helpen. Vandaag gaat hij naar Marjolein. Is het thuis? Ik hoop het. Ik hoop het ook. Wat is dit nou? Marjolein, ik heb gehoord dat jij wel een wat rodere kijk op je eten kan gebruiken. Oh? Dus ik kom vandaag weer koken. Ja, oké. Okay. Om te beginnen heb ik voor jou deze ontzettend mooie rode bril. Nou, dankjewel. En ik heb hier een hele schaal vol heerlijke ingrediënten. En dan gaan we mee aan de slag. Nou, prima. Inderdaad, snel uitpakken maar. Robert maakt vandaag een lekkere rode soep met maïskoekjes erbij. Klinkt goed. Ja, ik wil meer informatie. Nou, hij is hier bezig met een beslagje. Ik denk dat hij daar de maïskoekjes van gaat maken. Ja, ik schrijf het op. Ja. Dat is nog een heel werk. Maar Robert kan dat hoor. Kijk hem kloppen. Oh. De beslag is klaar. Nu gaat er alleen nog wat maïs, lenteui en verse koriander door. Ik zou zo zeggen, take it away, Robert. Zie hem eens hakken, zie hem eens snijden. Maar de vraag is, waarom doet Marjolein niks? Marjolein, ga ook eens iets doen. Ja. Nou, alleen nog even de maïs erin. En dan kunnen we beginnen aan de maïskoekjes. Als jij straks begint met de maïskoekjes bakken, dan ga ik een lekkere rode salade voor jou maken. Ja, lekker. Die bril staat er geweldig. Het staat beeldschoon bij dat truitje, vind je niet? Mm-hmm. Ik wil meer informatie. Nou, Marjolein is druk met de koekjes, zie je? Mm-hmm. En Robert maakt de salade met de tomaten, een lenteuitje en een beetje bieslook. Proef je de muziek of zeg je... Nee, ik vind het wel lekker. Ja, het kookt heel lekker weg. Ja, anders zet ik wat anders nee, op. Nee, het is heerlijk. Kijk, die koekjes ook lekker. De salade wordt even gehusseld. De salade is klaar. Als jij de tafel gaat dekken, maak ik een lekker rood soepje voor jou. Oké, ga ik doen. Nou, daar gaat hij, Robert. Hij gaat een rode soep maken. Eerst even de basis erin, de rode soep zelf. Daar doen we voor de variatie een beetje garnalen door. Nog wat chilisaus voor een touch. En een beetje limoen. Heb je het onthouden? Kleuren die helpen je om voldoende vitamine binnen te krijgen. Als je nou eens kijkt naar zo'n salade met al die kleuren. Dat vraagt er gewoon om gegeten te worden. Ja, en dan is het wel heel makkelijk om aan je 2 ons groenten per dag te komen. Dat zijn nog eens de tips. Er wordt tafel gedekt met heerlijke mooie rode spullen. En wat gaan wij doen in de tussentijd? Nou, ik zou eigenlijk een kijkje willen nemen in het huis. Maar ik weet niet of het kan. Nou jawel, kijk, we gaan al. Okay. Oh kijk, ik zie iets rood. Een Ajax-sjaaltje. Ik zag iets rood. Dat was een lieve heersbeestje. Ik zie iets rood. Dat klopt, dat zijn boeken, kaften van boeken. Toch even in de keuken kijken. En dit is de slaapkamer en ik zie iets rood. Ja, dat is een tas. Ja, je bent scherp dat vandaag, ziet hoor. Iedereen hier, oh. Een kast. Toch nog even in de kast gekeken. Wat was dat voor rood? Iets rood. Dat lekker stropdas. In de badkamer schijnt ook iets te zijn waarvan je schrikt. Let op. Het was maar iets roods. Het ziet er lekker uit, Robert. Nee, maar wat ik me nou eigenlijk afvraag, hè? Kunnen mannen met rode haar ook zo lekker zoenen? Hallo, zet jij die bril eens even lekker af? Okay. Nou ja. Rood is de kleur van de liefde. Nou, wat zitten ze romantisch te eten. Het lijkt me beter dat we ze alleen laten.